Welkom bij deze Autovisie vlog. Mijn naam is Peter Hillhorst. Dat is de Seat Tarraco. Tarraco mag ook. Is een beetje afhankelijk van waar je in Spanje woont. En dit is zeg maar de Skoda Kodiaq van Seat. Gecamoufleerd nog. Logo zelfs afgeplakt. Ja, heel herkenbaar aan de dagrijverlichting die we kennen van Seat. Deze auto komt pas eind februari 2019 op de markt. Standaard 5 zits, optioneel 7 zits. Hij zal een iets hogere vanafprijs krijgen dan de Kodiaq. En dat heeft te maken met het motorenaanbod. Deze auto is er met 1.5 TSI 150 pk, 2.0 TSI 190 pk, twee dieselversies van de 2 liter TDI met 150 of 190 pk en keuze uit voorwielaandrijving, handbak, 7 traps DSG en vierwielaandrijving. Ja, als je zo vooral van de zijkant zie je wel dat het een iets rondere Kodiaq is. Hij is ook iets groter. Het scheelt ongeveer 3-4 centimeter in de lengte. Is deze Seat groter. En dit is een belangrijke auto voor Seat. Want ja, op grotere modellen zitten er eenmaal hogere marges. Dus ja, hier kunnen ze goed aan verdienen. Vanaf prijs zal zo rond de 37.000 euro liggen. Voor die 1.5 TSI handbak. Voorwielendrijving. Dat zal de meest verkochte variant zijn in Nederland. Ja, voor de rest, het uiterlijk valt natuurlijk niet zo heel veel over te zeggen door deze bekende print die wordt gebruikt om auto's te camoufleren. Maar je ziet wel hier zo'n scherpe vouw over de flanken. Het is natuurlijk gewoon eigenlijk een grotere Ateca. Ja, best een mooie auto om te zien. Met die wat afgeronde achterkant. Ja, van binnen. Het is een prototype, dus het interieur is bekleed met een afdekhoes. Ja, die kunnen we natuurlijk omhoog doen. En dan zien we een bekend interieur. Dat kennen we van Seat, dat kennen we van Skoda. Mankeert heel weinig aan. Dit is trouwens de 190 pk DSG variant van de diesel. Ja, ik zal hem even starten. En dan zien we het mooie grote navigatiesysteem. Heldere klokken. Ja, net de auto van binnen. Achterin mega veel beenruimte, net als in de Kodiaq. Zelfde wielbasis ook als de Kodiaq. En dit is een optionele 7 zits. En achterin, even een jasje weghalen, achterin twee kleine stoeltjes waar je als volwassene niet al te lang wil zitten. Is meer geschikt voor kinderen. Kofferbak ook iets groter dan de Kodiaq. 760 liter. Als 5 zits, het is nu een 7 zits, dus dan is de ruimte natuurlijk wat beperkter. Maar dan nog kan er wel wat in, maar 760 liter is echt reusachtig. En met alle banken plat kan er 2000 liter aan bagage mee. Dus ja, dit is echt een forse SUV. Ik rij in een 2 liter TDI met 190 pk, DSG automaat, 7 traps en vierwielaandrijving. Ja, hoe rijdt hij dan? Ja, het zal niet verrassen, maar grotendeels als een Skoda Kodiaq. Hij voelt vrij zwaar aan wel. Deze variant die weegt zo'n 1800 kilo. Dat is ook wel aanzienlijk. En je merkt dat Seat toch een beetje het iets wat sportievere merk van Volkswagen, Skoda, Seat, dat hij wat minder overhelt als een Skoda Kodiaq. Niet dat het nou een hele dynamische auto is, deze Tarraco, maar
Nou, hij ligt gewoon prima op de weg. Stuurt licht, stuurt precies. Laat zich makkelijk en soepel bedienen. Het is eigenlijk een probleemloze auto om te rijden. Ik heb straks ook een 2 liter TDI met 150 pk gereden. Daar zaten we met z'n drieën in de auto. En dan merk je toch wel ja, dat die auto heel zwaar is. En dat die dieselmotor toch behoorlijk aan de bak moet om de vaart erin te houden. Ja, en verder goede stoelen, hoge zitpositie, goede ergonomie zoals we dat kennen van de Ateca en van de andere modellen. Deze versie heeft ook de optionele instelbare dempers en ja, daarmee is die gewoon voldoende comfortabel. Je voelt dat die wat minder overhelt dan een Kodiaq, maar voor de rest is het gewoon een comfortabele auto die ja, die oneffenheden in het wegdek goed wegdempt. Het is zo'n typische SUV van het Volkswagen concern waar eigenlijk maar heel weinig op aan te merken valt. Hij is ruim, hij rijdt comfortabel, het ziet er netjes uit van binnen. Motoren zijn goed, je hoort die diesel wel wat brommen. Het is vooral een auto die mensen zou moeten aanspreken door zijn, ja, door zijn iets dynamischere vormgeving dan van een Skoda Kodiaq. Die ziet er duidelijk wat hoekiger, wat vierkanter, wat robuuster uit. En dit is een auto die misschien een iets jonger publiek zal aanspreken. En die zullen dan ook nou, op prijs stellen dat hij net wat scherper rijdt dan een Skoda Kodiaq.